Morgen, gemeente en gasten, we heten u en jou hier in de kerk of verbonden via de livestream van harte welkom in deze dienst. In deze dienst gaat dominee Van der Ree voor en het thema van de dienst is een Bethelkerk voor Jacob. Het Bijbelgedeelte dat we met elkaar lezen, dat is Genesis 28, de versen 10 tot en met 22. Zoals gebruikelijk op de eerste zondag van de maand is het ook vandaag diaconale zondag en de collecte is vandaag bestemd voor de poster. De vele activiteiten die daar worden ontwikkeld en al plaatsvinden, die zijn naast de zegen van onze God afhankelijk van financiële draagkracht. En als diaconie kunnen we de poster al een aantal jaar steunen, dankzij de financiële steun vanuit de gemeente. En daar zijn we dankbaar voor. En om deze steun te blijven kunnen geven, bevelen we ook vandaag deze collecte van harte bij u en jou aan. De bankcollecte voor de algemene kosten van de kerk kunt u overmaken op de bekende wijze. Vandaag is er na de dienst gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie, thee of frisdrank. En hiervoor nodigen we iedereen van harte uit. We gaan nu de psalm zingen die een deel van de jongens en meisjes op school hebben geleerd, psalm 117. En namens de kerkenraad wens ik u en jou een gezegende dienst toe. Verheft uw hart tot God. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde heeft geschapen, die de trouw bewaart van generatie op generatie tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij samen gaan zingen uit Psalm 91, daarvan het eerste en het vijfde vers. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. Wij komen vanmorgen in Genesis 28 Jacob tegen in de wildernis en hij moet daar overnachten.
Hij heeft zijn hoofd te rusten gelegd. Maar de Heere waakt over hem en hij vindt daar Gods woning. Psalm 91, 1 en 5. Wij luisteren naar de wet die de Heere God ons geeft, opdat wij onze zonden leren kennen, daar de toevlucht nemen tot Christus en ons leven daarna richten uit dankbaarheid. En wij zingen daarna uit Psalm 25, het tweede vers, waar we ook bidden of de Heere die wet ons persoonlijk in het hart wil schrijven.
Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, ondoordacht gebruiken. Want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel, leeg gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u al uw werk doen. Zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de rustdag, de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden samengevat en gezegd: U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, dat is met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod, en het tweede daaraan gelijk is: U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Op deze twee geboden rust het hele woord van God. Zullen we samen bidden om de opening van Gods woord voor ons hart in deze dienst. Wij denken in onze voorbeden aan zuster de Maar Hendrikse van de Polster 46. In verband met verval van krachten is zij opgenomen in de Klinkenberg in Ede en daar wordt onderzoek gedaan. Wij denken in onze dankzegging aan dominee Van Beek van de Fluvia 2, die weer thuisgekomen is uit het ziekenhuis, nadat hij eerder een hartinfarct had.
Wij danken ook dat broeder Jan van der Bovenkamp van de Savonie Lomanstraat 41 thuis is gekomen uit het ziekenhuis. Nadat hij daar een ingreep heeft ondergaan in verband met een buikhernia. We mogen vandaag onze gave geven voor het werk in de poster. Die gave willen we ook gepaard laten gaan met ons gebed. Laten wij bidden en danken. Heer, zo komen wij tot u. Hier op deze plek waar we als gemeente samenkomen. Waar het een schuilplaats mag zijn, Heer. Dat zongen we zojuist. Dat we bij u een schuilplaats mogen vinden waar we kunnen overnachten, waar het veilig is. Ja, dat u dan ook op onze levensweg en levensreis uw engelen zult gebieden. Dat ze bij ons zijn, dat ze ons voortdurend over ons waken. Heren, we zien ze niet, maar ze zijn om ons heen. Dat zegt uw woord. U zendt ze uit. Ze vestigen ook niet de aandacht op zichzelf, want het zijn gedienstige geesten van u. Het gaat hen niet om henzelf, maar het gaat hen om u alleen. En u gaat het weer om ons heil. En dat wij zouden leven aan uw hand. En heren, dan zijn we hier in uw woning gekomen. Huis van u. En wij bidden u, heren, of u vanmorgen ons een gezegende dienst wil geven als u uw woord in ons midden openlegt. Heren, dat is het woord waarmee u spreekt. Dat is uw stem die klinkt. Het zijn niet alleen maar woorden. U bent het zelf, Heere Jezus. En u spreekt vanuit het hemelse heiligdom hier op aarde. Op al die plekken waar dat ook vandaag gebeuren mag. Niet alleen bij ons, maar op vele andere plaatsen ook. Hier in Veenendaal, de plaatsen waar we wonen. Ja, over het rond van deze aarde. En wij bidden u, Heere, wilt u uw koninkrijk dan uitbreiden? Laat uw stem dan mogen klinken en mensen aan de voeten van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, brengen. Opdat wij in u, Heer Jezus, alle eer zullen geven aan God drie-enig. Heren, wij bidden u of u allen die van u een taak kregen, wil zegenen in de taak die zij vandaag hebben in uw koninkrijk. Of dat is in het ambt, of dat ook is in de ondersteuning, in de gemeente, in de opbouw van de gemeente. Heren, ook vanmorgen onder ons worden er gaven ingezet in en rondom deze dienst. Wij bidden u, Heren, voor hen die dat mogen doen. De oppas, de parel, als organist, als koster. Als we op een andere manier dienen, ook in de techniek. Heren, wij danken u dat u die gaven in de gemeente geeft tot opbouw en laat ze ook vandaag tot vrucht mogen zijn. Heren, wij willen u ook vragen of u met ons wil zijn zoals we hier in de kerk zijn gekomen. Heren, het is aan u bekend hoe we hier vanmorgen zitten of ook op afstand verbonden zijn. Er kan veel omgaan in ons hart. Er kan veel zijn, Heren, wat maakt dat we verward zijn in ons denken. Dat we vertwijfeld zijn aan u en aan uw genade en de waarheid van uw belofte. Heren, wilt u in deze dienst dan tot ons spreken? Breng ons ook aan uw voeten, Heren, wanneer we vooral reden tot dankbaarheid hebben als we kijken naar de achter ons liggende week. En wilt u voor ons allen onze zonden vergeven en ons nieuw maken en reinigen door het bloed van uw Heer Jezus Christus. Want elke keer als we hier in de kerk komen, dan dragen wij opnieuw schuld en zonde met ons mee. Heer Jezus, wilt u ons reinigen en maak ons witter als sneeuw. Heer, wij willen u ook bidden voor zuster De Maar, die op dit moment in de Klinkenberg in Ede verblijft. Heren, ze moest daar worden opgenomen in verband met verval van krachten. En wij bidden u, Heren, voor haar
Op haar hoge leeftijd wilt u zich over haar ontfermen. Heere, u heeft in haar leven al vaker betoond een God van kracht en macht te zijn. En wij vragen u of u dat ook nu wil zijn voor haar. En geef dat zij alles van u mag verwachten, ook in deze omstandigheden. Geef haar rust in haar ziel, in het vertrouwen dat u ook over haar zult waken. En dat ook voor haar geldt dat u uw engelen zult gebieden, dat zij ons op onze weg bevrijden. Heren, wij danken u dat dominee Van Beek weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis, nadat hij eerder een hartinfarct kreeg. Heren, wij danken u dat u hem in het leven hebt gespaard en wilt u ook bij hem zijn wanneer zijn situatie ook voortdurend kwetsbaar is en blijft. Heren, wees u hem samen met zijn vrouw nabij en geef dat zij ook onder uw zegen het van u mogen verwachten. Voor deze tijd en ook voor de eeuwigheid. Wij danken u, Heren, dat ook broeder Jan van de Bovenkamp van de Savonie-Lomansstraat weer thuis mocht komen. En dat hij in het ziekenhuis een ingreep moest ondergaan. U heeft alles goed gemaakt en daar danken wij u voor. Heren, wilt u ook bij hem zijn en wilt u hem ook in zijn omstandigheden alles geven wat nodig is. Uw nabijheid en elke dag opnieuw kracht en troost van u vandaan. Heren, wij bidden voor anderen die met ziekte en zorg te maken hebben. Wees u hen nabij. Als we behandelingen ondergaan, als we medicijnen krijgen toegediend, wilt u het zegenen, Heren, en laat het onder uw zegen ook mogen bijdragen aan ons welzijn. Wij bidden u, Heren, of u met het werk in de poster wil zijn. We danken u dat we vandaag onze gaven daarvoor mogen geven en dat zo ook mogen ondersteunen. Wij danken u, Heren, dat het werk daar mag groeien, dat er ook vruchten gezien worden. Heren, wat is dat bijzonder, dat u ook degene die daar zich mogen inzetten bemoedigt met wat er gebeurt. Heren, wilt u ze ook steeds opnieuw vervullen met uw Heilige Geest. En dat ze mogen ervaren, Heren, dat u door hen heen werkt. En hou ons dan ook ootmoedig voor u, opdat wij het van u zullen blijven verwachten. Want u bent immers de God die werkt. En laat zo ook onze gaven tot zegen mogen zijn voor het werk daar. Heren, zo bidden wij u voor deze dienst. Wees u met een ieder van ons, jong en oud. Spreek tot ons hart, Heren. En geef dat alle andere stemmen mogen zwijgen en wij alleen uw stem zullen horen. Hoor ons in de naam van Jezus Christus, uw Zoon, uit genade. Amen. Jongens en meisjes, waar dromen jullie van? Wat zou je nou heel graag willen? Dat je iets zou hebben misschien, of dat je iets zou worden. Wat zou je graag willen worden? Misschien wil je wel brandweerman worden. Of politieagent. Of dokter, of stewardess. Daar droom je van. En misschien heb je er wel eens echt van gedroomd. Dat je 's morgens wakker werd en dat je je droom nog kon herinneren en dat je toen dacht, hè? Ik was even een brandweerman. Ik was even een stewardess. En anders dan kun je er natuurlijk altijd ook over spelen. Dan gebeurt het ook allemaal in je hoofd. Nou weten jullie vast wel dat de meeste dromen niet uitkomen. Vraag dat straks maar eens na de dienst, na bij je vader en je moeder. Het kan zomaar zijn dat die vroeger, toen ze zo oud waren als jij, ook over iets droomden. Maar dat ze nou dat toch niet geworden zijn. Dat ze nou heel wat anders zijn. En nou is dat op zich ook niet zo erg, dat dromen niet altijd uitkomen. Want als je ouder wordt, dan leer je ook dat datgene waar je over droomde, dat dat misschien toch niet zo heel bijzonder is. Een brandweerman bijvoorbeeld, die kan soms wel eens een hele dag zomaar op de kazerne zitten, achter een computer. Zonder dat er wat gebeurt. En een stewardess, ja, die is wel heel veel van huis. Die vindt het soms juist wel eens fijn om even gewoon niet te hoeven vliegen. Nou, we gaan in de Bijbel vanmorgen een verhaal lezen, jongens en meisjes, over Jacob weer.
Hebben we afgelopen tijd al een paar keer eerder gedaan, hè, dat we over Jacob hebben gelezen. En Jacob, die zijn vader Isaac had bedrogen, zodat hij Isaac zegen zou krijgen, die is op reis gegaan. Hij is op de vlucht. Jacob had gedroomd dat de Heere God hem zou zegenen en dat hij daar op de plaats waar hij woonde kinderen en kleinkinderen zou krijgen en dat het allemaal van hem zou gaan worden. Daar droomde Jacob van. En nou komt die droom van Jacob wel uit. Maar voordat het zover is, moet Jacob eerst nog wat anders dromen. En dat gaan we zo in de Bijbel lezen. Namelijk dat hij zonder de hulp van de Heere God niet kan. Dat hij zijn droom niet zelf moet waarmaken, maar dat hij daarin moet en mag vertrouwen op de Heere God. Daarover gaan we lezen, gemeente, in Genesis 28, vers 10 tot het einde van het hoofdstuk, vers 22. En daarna zingen we uit Psalm 3, de versen 2 en 3. Jacob nu vertrok uit Berzeba en ging naar Haran. En hij bereikte de plaats waar hij overnachtte, want de zon was ondergegaan. En hij nam een van de stenen van die plaats, maakte daar zijn hoofdkussen van en legde zich op die plaats te slapen. En toen droomde hij en zie, op de aarde stond een ladder waarvan de top de hemel raakte. En zie, de engelen van God klommen daar langs omhoog en omlaag. En zie, de Heere stond boven aan die ladder en zei, ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Dit land waarop u ligt te slapen zal ik u en uw nageslacht geven. Uw nageslacht zal talrijk zijn als het stof van de aarde en u zult zich uitbreiden naar het westen, het oosten, het noorden en het zuiden. In u en uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En zie, ik ben met u. Ik zal u beschermen overal waar u heen zult gaan en ik zal u terugbrengen in dit land. Want ik zal u niet verlaten totdat ik gedaan heb wat ik tot u gesproken heb. En toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, zei hij, de Heere is werkelijk op deze plaats en ik heb het niet geweten. Daarom was hij bevreesd en hij zei, hoe ontzagwekkend is deze plaats. Dit is niets anders dan het huis van God en de poort van de hemel. En daarna stond Jacob 's morgens vroeg op. Hij nam de steen waar hij zijn hoofdkussen van gemaakt had, zette die overeind als een gedenkteken en goot er olie op. En hij gaf die plaats de naam Bethel, hoewel de naam van de stad eerst Luz was. En Jacob legde een gelofte af en zei, als God met mij zal zijn en mij zal beschermen op deze weg waar ik op ga en mij brood zal geven om te eten en kleren om aan te trekken en ik in vrede in het huis van mijn vader zal terugkeren, dan zal de Heere mij tot een God zijn. Deze steen die ik als gedenkteken overeind gezet heb, zal een huis van God zijn en van alles wat u mij geven zult, zal ik u zeker het tiende deel geven. Tot zover.
Na het amen van de preek antwoorden wij met Psalm 84, vers 1, 2 en 4. En we luisteren naar het gedeelte dat wij lazen. Ik lees nogmaals vers 16 en 17 met u. Genesis 28, vers 16 en 17. Toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, zei hij: de Heere is werkelijk op deze plaats en ik heb het niet geweten. Daarom was hij bevreesd en zei hij: hoe ontzagwekkend is deze plaats. Dit is niets anders dan het huis van God en de poort van de hemel. Het thema voor de preek is een bettelkerk voor Jacob. We letten op een onverwacht heiligdom waar ten tweede God spreekt en waar ten derde Jacob antwoordt. Meent heel wat kerken in Nederland dragen die naam, Bethelkerk. Ik heb in mijn leven in totaal 6 verschillende plaatsen gewoond en in 5 van die plaatsen is een Bethelkerk. Zo ook hier in Veenendaal. Dat is de naam van onze christelijk gereformeerde zustergemeente. En nou is het ook wel begrijpelijk dat heel wat kerkgebouwen die naam dragen. Want Bethel, dat betekent huis van God. Het huis waar God woont, waar je hem mag ontmoeten, dat is wat er in een kerkgebouw gebeurt. De Heere God die wil daar wonen en die wil u, die wil jou graag ontmoeten met zijn woord en met zijn Heilige Geest. En nou is dat niet afhankelijk van een kerkgebouw, van een stenen gebouw of een houten gebouw. Er zijn genoeg christelijke gemeenten in deze wereld die niet samenkomen in zo'n gebouw zoals wij hebben. Dat is eigenlijk luxe. Zij doen dat gewoon bij een van de leden thuis of in een klein zaaltje hier of daar wat ze gehuurd hebben. En onze vervolgde broeders en zusters die doen het soms ergens in een kelder van een gebouw of in de bossen buiten. Maar al die plaatsen waar dat gebeurt, waar mensen samenkomen in de naam van de Heer Jezus Christus, waar Hij het is die hen samenbrengt. Al die plaatsen zou je evengoed Bethelkerk kunnen noemen. Huis van God, waar Hij wil verkeren met zijn volk, waar geldt dat waar 2 of 3 in zijn naam bijeen zijn, Hij in hun midden is. Gemeente, vanmorgen krijgt Jacob zijn eigen Bethelkerk. En hij is in zijn eentje. Komen hem in Genesis 28 tegen ergens op de weg tussen Berzeba en Haran in de woestijn. Een eenzame reiziger die nog een lange reis voor de boeg heeft. En zomaar in de wildernis zoekt hij daar een plekje voor de nacht. De zon is ondergegaan en hij heeft een steen gevonden die enige beschutting biedt. Waar hij zijn hoofd tegenaan kan leggen, als was het een soort kussen. Hoe komt Jacob daar, gemeente? Wat maakt dat we iemand die het liefst juist altijd in de buurt van de tenten van met name zijn moeder Rebecca verblijft. Iemand die gewend is om iedere avond thuis te komen en dan aan tafel te schuiven voor moeders pappot. Wat maakt nou dat we hem midden in de wildernis aantreffen? Nou ja, gemeente, het is niet zomaar dat huismus Jacob abrupt de deur van het ouderlijk huis heeft dichtgeslagen. Het was geen vrije keus geweest. Zijn thuis was geen veilig thuis meer. Daar woonde immers ook Esau. En Esau was verblind door woede. Gekrenkt in zijn eer. Hij wilde nog maar 1 ding. Jacob doden. Het hem betaald zetten. Wat Jacob hem, Esau, had aangedaan met al zijn bedrog, met al zijn gelieg. Jacob heeft samen met Rebecca, met list en verleiding, de eerstgeboortezegen van Esau gestolen. We hebben er over gehoord kort geleden. En die oude blinde Isaac, die is misleid en nou heeft Jacob hem de zegen gegeven. De zegen die ook hoort bij Gods plan, bij zijn werk.
Niet via Esau, maar via Jacob zal de Heer zijn belofte in vervulling laten gaan. Die beloften die al aan Abraham waren beloofd. Isaac had Jacob ermee gezegend, vlak voordat hij vertrok nogmaals. Toen had Isaac gezegd, mogen God de Almachtige je zegenen en je vruchtbaar en talrijk maken, zodat je tot een menigte van volken zult worden. Mogen hij je de zegen van Abraham geven, jou en je nageslacht met je, zodat je het land waar je vreemdeling bent, dat God aan Abraham gegeven heeft, in bezit krijgt. Maar toen was Jacob weggevlucht. Wegwezen daar. Voordat Esau zijn moordlustige plan kan uitvoeren. En waarheen moet hij dan gaan? Ga maar naar mijn oom Laban in Haran, had Rebecca gezegd. Zoek daar dan meteen maar ook een vrouw. En nou is hij onderweg. En de avond valt. De zon is ondergegaan. En Jacob zoekt een plek voor de nacht. Gemeente, wat zal er in Jacob zijn omgegaan? Hoe heeft hij daar nou zijn hoofd tegen die steen aangevlijd? Dit is toch een moment bij uitstek waarop je dan gaat denken. Waarop je dan het allemaal eens op een rijtje gaat zetten. Voelt Jacob zich een winnaar? Ligt hij daar ten diepste triomfantelijk? Het is me gelukt. Waar ik al van jongs af aan over heb gedroomd. Dat heb ik gekregen. De eerstgeboortezegen. Rechtens ben ik nu de eerstgeborene. Gods zegen rust op mij. Nou ja, het is moeilijk voor te stellen, gemeente, dat hij er zo bij ligt, toch? Zo triomfantelijk. Want waar heeft hij eigenlijk voor gestreden? Isaac heeft hem gezegend. Je zult tot een groot volk worden. Je zult dit land, het land van je opa Abraham, straks erfelijk bezitten. Maar gemeente, wat gaat daarvan terechtkomen? Met een Esau die daar rondwaart. Die een moordplan heeft. En wat komt er van terecht nou Jacob precies de andere kant op gaat? Want Jacob maakt precies de omgekeerde beweging. Ooit was Abraham vanuit Haran via Berzeba het beloofde land Kanaan binnengekomen. Maar Jacob gaat precies terug. Stel dat Jacob daar ergens, natuurlijk niet zo geweest, maar stel dat Jacob daar ergens de voetstappen van Abraham nog zou kunnen zien. Die Abraham daar gezet heeft. Die staan allemaal de andere kant op. En elke voetstap die zegt tegen Jacob, Jacob, je moet terug. Daar ligt Gods zegen. Daar zal die je zegenen. Maar Jacob, die vlucht. Jacob had er zoveel voor over gehad. Hij wilde zo graag die zegen van God. Hij was bereid om als een Petrus tot 3 maal toe keihard te liegen. Hij had zelfs de naam van God erbij betrokken, bij zijn leugens. Jacob, als je die zegen dan zo graag krijgen wil, dan moet je rechtsomkeert. Abrahams voeten wijzen je een andere weg. En daarom, gemeente, denk ik niet dat Jacob zich een winnaar voelt. Hij is eerder een verliezer op dit moment. Is dit moment, nu Jacob daar in de wildernis verblijft en wat beschutting zoekt voor de nacht om zijn ziel tot rust en stilte te brengen, is dit niet het moment waarop dan de duivel zich ook graag laat gelden? Het zaad van de twijfel in zijn hart te strooien, twijfel aan God en aan zijn woord, twijfel of het wel het leven waard is waarvoor je dan leeft. Twijfel of het allemaal wel echt is. Gemeente Jacob, die zou je toch zomaar kunnen gaan denken. Wat heb ik nou toch allemaal overhoop gehaald? Is dit het me allemaal waard? Als je het even door de ogen van iemand die God niet kent bekijkt,
Dan zeg je toch, Jacob, neem je je geloof nou niet een beetje te serieus? Weet je wel zeker dat God echt bestaat? Weet je wel zeker dat je dit er allemaal voor over hebt? Weet, het is voor ongelovigen soms moeilijk te begrijpen waarom christenen zoveel over hebben voor de dienst in het koninkrijk van God. Voor iets dat in hun ogen niet anders is dan een illusie. En als dan iemand zich voorbereidt op zendingswerk bijvoorbeeld en je ongelovige collega's die horen ervan. En dat dan betekent dat je met je gezin zult verhuizen ergens naar een land ver weg, ergens naar een plek ver weg. En dat je een heleboel ervoor opgeeft. Dan kunnen ze soms verbaasd en met onbegrip reageren, vast ook wel met respect, maar dan toch op zo'n manier van waarom zou je dat nou allemaal doen? Waarom zou je daar je leven aan wijden? En het is onbegrijpelijk dat je op zondagmorgen vroeg je bed uitgaat om naar de kerk te gaan. Onbegrijpelijk dat je bereid bent financiële offers te geven. Onbegrijpelijk dat je inzet in tijd en energie spendeert aan kerkenwerk. Maar misschien vraagt u het ook uzelf wel eens af. Waar doen we het eigenlijk voor? Kijk, gemeente Jacob, die heeft niet meer op zak dan alleen maar die zegen waarmee Isaac hem gezegend heeft. En die zegen, dat zijn woorden die Isaac gesproken heeft. Daar zit geen grote zak geld bij. Daar zit geen luxe camper bij voor door de woestijn. Hij heeft alleen woorden op zak. Gods woorden, dat wel. Maar meer niet. Is dat voor ons niet even zo? We hebben Gods woord. En niet meer dan dat. Ja, we hebben meer woorden dan Jacob had. Gods woord is zelfs vlees geworden. Mens geworden. Dat woord van God, dat heeft onder ons gewoond. Dat is de Heer Jezus. De evangelie getuigen van hem. Ze laten weten wat hij heeft gezegd, wat hij heeft gedaan. Het is het woord van de drie enige die tot u en tot mij spreekt. Jacob had dat zo nog niet. Maar gemeente, net als voor Jacob is het ook voor ons woord. Woorden tot zaligheid. Het is het woord dat gesproken werd bij je doop. Ik ben jouw God, wees jij mijn kind. Het zijn de woorden die je ouders je hebben doorgegeven. Het is het woord dat naar je toe komt. Elke keer als je dat boek, de Bijbel, opendoet. Het is het woord waarvan je verzekerd wordt hier in de kerk. In Christus is heil. Is verlossing te vinden. Vertrouw het maar, geloof het maar. Ja, je moet het dus geloven. Het moet dan maar zo tot je spreken dat het je overtuigt. En dat je net als Jacob door roeien en ruiten gaat om de vervulling van wat je beloofd is ook te ontvangen. Kijk, je kunt veel van Jacob zeggen. We zijn hem al tegengekomen. Als een zondaar. De zonde die beheerst op allerlei manieren zijn leven. En hij doet zijn naam eer aan. Inlichten, oplichten, bedriegen. Het gaat hem makkelijk af. Zonder een spier te vertrekken. Kan Jacob zondigen. Maar één ding is er wel in zijn leven waar we een voorbeeld aan mogen nemen. Jacob leeft voor het woord van God. Zijn hele leven staat in teken van de dienst aan de Heere, van de zegen van God. En natuurlijk, hij zal als veehoeder ook zijn werk hebben gedaan. Zijn dagritme hebben gehad. Maar als je Jacob nou zou vragen, Jacob, wat is voor jou nou onopgeefbaar? Waar droom je van? Wat is het allerbelangrijkste in je leven? Dan zegt hij niet mijn werk, mijn familie, mijn geld, mijn rust, mijn hobby. Dan zegt hij Gods zegen, zijn belofte. Dat zoek ik. Dat zal ik doen
Ik zoek de zegen bij u, o bron van troost en licht. Maar ligt dat nou juist niet onder vuur? Als we Jacob hier ontmoeten, terwijl hij de slaap probeert te vatten. Is het allemaal wel waar? Is het het allemaal wel waard om je voor in te zetten, om voor te leven? Om je aan vast te houden, ook in tijden van moeite en tegenspoed. Maar dan krijgt Jacob die geweldige bemoediging. Want dan wordt de plaats waar hij slaapt, onverwacht en ongedacht, Bethelkerk. God komt naar hem toe, dat is het tweede. God spreekt tot Jacob. Jacob droomt. Dat is het middel dat God gebruikt om zich aan hem te openbaren, zoals dat vandaag de dag ook nog wel gebeurt. Met name daar, in die delen van de wereld, waar het geschreven woord van de Heer niet beschikbaar is, zo lijkt het. Delen waar de islam heerst, de heersende godsdienst is. En in zijn droom ziet Jacob een ladder, die reikt van de aarde tot aan de hemel. En langs die ladder klimmen engelen omhoog en weer omlaag. En dan klinkt er een stem. Bovenaan de ladder staat namelijk de Heere God zelf. En de Heere God herhaalt de woorden waarmee Isaac zijn zoon gezegend heeft. Ja, het zijn eigenlijk de woorden waarmee hij zelf ooit Abraham had gezegend. En dit keer hoort Jacob ze uit Gods eigen mond. Ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Dit land waarop u ligt te slapen zal ik aan u en uw nageslacht geven. Uw nageslacht zal talrijk zijn als het stof van de aarde en u zult zich uitbreiden naar het westen, het oosten, het noorden, het zuiden. Ja, en dan die woorden die Abraham ook had ontvangen. Die hadden we uit Isaacs mond nog zo niet gehoord. In u en uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En dan tenslotte nog een zinnetje dat balsem op de ziel van Jacob moet zijn geweest. En zie, ik ben met u. Ik zal je beschermen. Overal waar je heen gaat, Jacob. Ik zal je terugbrengen in dit land, want ik zal jou niet verlaten totdat ik gedaan heb wat ik tot je gesproken heb. Jacob bevindt zich opeens in iets wat je een kerk zou kunnen noemen. Plaats waar je God ontmoet, waar hij spreekt, waar hij je wil bemoedigen. En waar die je tot geloof wil wekken. Waar die je ook opnieuw weer geloofsmoed wil geven. Waar hij zich aan je openbaart en tegen je zegt, ik ben de Heere. En hij zegt, ik ben de God van je ouders. Misschien zit je hier als jongere vanmorgen en je vindt dat hele geloof zo moeilijk. Zoals je ouders geloven, zoals zij het invullen, ja, dat lukt jou maar niet. Zij kunnen vol overtuiging die psalmen zingen en ze kunnen bidden hardop. En dat doen ze vanuit hun hart. Maar jij, hoe wordt hun geloof nou jouw geloof? Dat lijkt onmogelijk. Maar dan moet je vanmorgen luisteren hoe de Heere God zich aan Jacob openbaart. Jacob, ik ben de God van je opa Abraham en de God van je vader Isaac. Ik ben diezelfde God. En ik spreek nu speciaal tot jou. Jacob hoort hier voor het eerst de naam van God, hoort hier voor het eerst God zelf tot hem spreken. Hij spreekt vanmorgen ook tot jou, jongen. Want mijn heil, zegt God, is niet alleen maar voor vroeger en eerdere generaties. Het is ook voor jou. Jij die in zo'n ingewikkelde tijd leeft. Jij die zo alleen kan zijn tussen mensen die
die niet geloven. Of misschien ben je juist wel niet alleen tussen hen, omdat je je er wel thuis voelt. Jij die voelt, die ergens weet, als ik God zou gaan dienen en lief hebben, dan kost me dat wat. Dat gaat je leven bepalen. Wil je dat wel? En je hebt zoveel vragen. Vanmorgen zegt de Heere tegen jou: ik ben de Heere, de God van vorige generaties, maar ik spreek tot een nieuwe generatie. Ik ben evengoed jouw Heere en God. En ik ben met je, waar je ook heen gaat. Ik ben bij je, ik ben trouw. En dan zeg je misschien: ja, dat zegt de Heere God toch niet tegen mij, dat zegt hij tegen Jacob. Die krijgt die bijzondere droom. Krijg jij maar eens een bijzondere droom. Hij zegt het toch niet tegen mij, dat doet u, dominee. U zegt dat wat de Heere God tegen Jacob zei toen, dat dan ook voor mij geldt. Maar hoe weet u dat? Kan ik dat weten? Komen de vragen. U zult ze wel hebben, broeders en zusters. Op je slechte momenten, maar misschien ook wel veel vaker. Ergens sluimerend in je gedachten. Ik merkte niets van dat God bij me is. Ik voel het niet. U kunt het wel zeggen, dominee, maar het zijn maar woorden. Is het echt zo? Maar gemeente, nou wil ik u en jou vanmorgen uitnodigen. Ertoe bewegen. Om die stem van de levende God niet het zwijgen op te leggen. En dat doe je als dominee niet op eigen gezag. En zelfs niet op het gezag van de Bijbel. Dat dit woord aan Jacob ook u en jou en mij geldt, gemeente. Dat is waar in de Heer Jezus Christus. Dat vlees geworden woord van God. Het is omwille van hem dat er grond onder deze woorden zit. Hij heeft het tegen zijn discipelen toch ook gezegd: zie, ik ben met u alle dagen, tot aan de volleinding van de wereld. Het zijn niet maar goede wensen, die je al te makkelijk uitspreekt. Nee, dit is het woord van de Heere voor u, voor jou vanmorgen. Laat hier vanmorgen je Bethel zijn. Huis van God. Poort naar de hemel. Dat is wat Jacob zegt als hij wakker wordt. Toen hij uit zijn slaap ontwaakte, zei hij: de Heere is werkelijk op deze plaats en ik heb het niet geweten. Je bent vanmorgen misschien naar de kerk gekomen zonder dat je dat nou echt hebt verwacht. Dat je hier de Heere God zou vinden. Dat hij het is die spreekt. Huis van God. Waar je hem ontmoet. Misschien niet verwacht, gemeente, dat vanmorgen die hemel, waarvan we altijd denken dat die dicht zit, en dat wij hier ergens op de aarde het dan maar moeten uitzoeken, dat die hemel open gaat. En dat hij spreekt. En dat hij je tegen je zegt: ik ben met u. En ik wil zelfs met een zondaar als Jacob zijn, die glashard kan zondigen. Ik wil hem zegenen. Ik zal hem zegenen. Ik zal het waarmaken wat ik heb beloofd, ook in jouw leven. Ook al lijkt Jacob er alleen maar verder vandaan te raken. De Heere zal hem thuis gaan brengen. En in hem en in zijn nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend zijn. Ook u en ik. In het jaar 2024 na Christus, door Christus, op je levensreis, je hoofd tot rust en stilte brengen en dan God horen, die spreekt dit woord: ik ben de Heere, jouw God. Gemeente, zie je ze vanmorgen? De engelen van boven naar beneden gaan.
van beneden weer naar boven. Ziet u die ene engel die in het Oude Testament de engel Gods wordt genoemd, de Heer Jezus Christus, die het later zegt in Johannes 6, ik ben uit de hemel neergedaald, niet omdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. En dit is de wil van de Vader die mij gezonden heeft, dat ik van alles wat hij mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan. Maar doe opstaan op de laatste dag. Hoort u het? Ziet u het? Hij kwam voor u, jou en mij, om ons niet verloren te laten gaan. Maar je eeuwig te behouden door het geloof uit genade als Jacobs God. God van zondaar. Mensen die hem kwijt zijn, die er zelf voor gekozen hebben om onder een koperen hemel te gaan leven. Ondoordringbaar, zo lijkt het. Waar is God? Maar hij zendt zijn zoon. Hij doet de hemel open. Opdat je zou zien en zou geloven in hem. Opdat je zou hopen en belijden. Ja, hij is mijn God. Voor de allereerste keer spreekt de Heere rechtstreeks tot Jacob. En als die wakker wordt, kan die alleen maar uitroepen. De Heere is werkelijk op deze plaats en ik heb het niet geweten. Hoe ontzagwekkend is deze plaats. Dit is niets anders dan het huis van God en de poort van de hemel. En dan gaat Jacob antwoorden op wat God tot hem heeft gesproken. Want dat is tenslotte de derde, Jacobs antwoord. Wat doet hij, wat zegt hij? Nou, hij staat de volgende morgen vroeg op. Daar zit kennelijk een bepaalde onrust in zijn ziel. Er is een vuur in hem ontstoken. Noem het gerust een pinkstervuur. Gods woord galmt nog door de boezems van zijn hart en het maakt hem heilig actief. En dan doet hij twee dingen. Allereerst neemt hij die steen waarop hij geslapen heeft en die zet hij recht overeind als een gedenkteken, een monument. En hij giet er olie overheen waarmee hij die steen heiligt. Die olie is een teken dat het vanaf nu af aan voor Jacob niet zomaar meer een steen is. Nee, hij herinnert ergens aan. Aan Bethel, dat is ook de naam die Jacob aan die plaats geeft. Dit is Bethel, huis van God. En gemeente, zo wil Jacob die droom vasthouden. Een droom is natuurlijk vluchtig. Kan eerst indruk op je maken, dan houdt het je bezig, dan vult het je hart. Maar naarmate de tijd verstrijkt, dan raakt dat op de achtergrond. Dat verslijt. Zoals je dat ook kunt hebben met een preek die je hoort, met het woord van God dat je leest. En dat spreekt tot je, dat raakt je, gaat zo naar binnen, alsof het voor jou is. Ja, dan verstrijkt de tijd. En dan wordt dat anders, dan raakt dat toch weer op de achtergrond. Of een psalm of een lied, wat je raakt en je zou het willen vasthouden. Weet je, dat zijn van die battle-momenten. Jacob, die wil het vasthouden. En daarom richt hij een gedenkteken op. Zichtbaar als blijvende herinnering aan zijn droom. Misschien zelfs wel in staat, elke keer als hij die steen ziet, dat hij dan ook weer iets ervan beleeft. Die kracht van God, die nu zijn ziel vervult. Omdat hij van hem af weet. Omdat hij in genade naar hem omziet. Omdat hij bij hem is. Omdat Jacob zich gerust mag weten. Het is niet verkeerd, gemeente, om dat soort momenten, als je ze meemaakt, te markeren. Ook in je eigen leven. Het kan je kracht geven om juist op die momenten dat je het moeilijk hebt, weer terug te blikken. Naar toen en daar. Weet je nog? Die Bijbeltekst. Die belijdenistekst. Die psalm, dat lied. Hebben we dat juist ook vandaag zo hard nodig. Nu we
meer dan ooit in een tijd leven waarin God dood wordt verklaard. Gewoon om je te herinneren dat het niet zo is. Dat hij leeft. Dat de hemel open kan. Dat er een hemel is. En dan als tweede legt Jacob een gelofte af. En nou kun je dat zo lezen dat er twijfel in doorklinkt. Vers 20, als God met mij zal zijn en mij zal beschermen op deze weg. Als God het allemaal zal doen wat hij heeft beloofd. Dan moet ik nog maar zien. Als hij het doet, dan zal de Heer mij tot een God zijn. Dan zal ik de Heer dienen. Maar zo moet u het niet lezen. Jacob stelt hier geen voorwaarden. Zou ook hoogmoedig zijn. Dat is niet onze positie tegenover een heilige God. Nee, gemeente, je moet en je kunt dit ook op basis van de grondtekst zo lezen dat Jacob hier een vast voornemen uitspreekt. Wanneer de Heer zijn belofte heeft waargemaakt en hij terugkeert op deze plek, dan zal Jacob hier de Heere aanbidden. Dan zal hier inderdaad het huis van God zijn. Dan wordt die steen wordt een offerplaats. Dan zal hij de Heere een dankoffer brengen, zo groot als een tiende deel van alles wat hij bezit. Dit zal dan Bethel zijn. Tempel voor de Heere. Kerk waar hij zijn volk ontmoet. Plaats van verootmoediging en lofprijzing, van verheuging in hem. Zo antwoordt Jacob op wat God heeft gesproken. En gemeente, dat is nou ook hoe het altijd is. Hoe het ook in de kerk moet zijn. Gods woord wacht op jouw antwoord. Het wil het vuur in je hart ontsteken. Je heilige onrust geven. Zodat je gelofte aan de Heere doet. Die moet je natuurlijk wel nakomen. Als de Heere zegt, ik ben met u. Laat u zich dan door hem leiden. Zoek je dat. Als hij ervan overtuigd is. Als hij je ervan overtuigt. En je ervan overtuigd wordt dat hij de levende God is. Die je mag kennen in en door de Heer Jezus Christus zijn Zoon. Laat je dan ook inschakelen. Wat heb je dan over voor zijn koninkrijk? Zeg je dan net als Jozua, wat anderen doen, daar ga ik niet over. Daar heb ik geen invloed op. Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de Heere dienen. Zeg je en zing je het dan met nieuwe kracht. Dat wil ik, dat zal ik ook doen. Net als Jacob, ik zoek de zegen bij u, o bron van troost en licht. Gemeente, betaal de Heere uw gelofte. Als hij zich zo genadig aan je verbindt, verbindt u zich dan ook aan hem. Jacob reist verder, hij moet verder. Verder weg. Hij is er nog lang niet. Ook geestelijk gezien niet. Na Bethel komt nog Pniel. Jacobs, ik zal daar nog veranderen in Gods, ik zal. Dat komt later. Maar nu kan die verder gaan met kracht in zijn ziel. Met het woord van de Heere zelf op zak. En het is genoeg. Op hoop van zegen, vanuit Bethel de wereld in, als een pelgrim. Op weg naar huis, eeuwig huis. Bij u mijn koning en mijn God verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Loopt u met Jacob mee, gaat u zo straks de kerk uit. Welzalig hij die bij u woont, gestaag u prijst en eerbied toont. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunner zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. Amen.
Laten we danken en bidden. Heere, zo mogen we van kracht tot kracht voortgaan. Zo bent u het, Heere, die ons steeds opnieuw uw woord geeft. U spreekt tot ons, u doet de hemel open. Heere, we danken u ervoor dat dat zo is. En geef dat we dat ook zo mogen ervaren. Want Heere, zo gemakkelijk denken wij dat alles maar menselijk is. Dat het allemaal de organisatie van mensen is. Dat het in de kerk woorden van mensen zijn. Geef dat wij uw stem horen, Heere. Maak van al die momenten, als we samen zijn als gemeente, op zondag, door de week, maak daarvan voor ons Bethel, huis van God. Heere, wat is het een rijke zegen dat u ons ook aan elkaar geeft, om dat samen te zoeken en ook te kunnen beleven. Heere, dank u wel. Voor zoveel goedheid en zoveel genade. U bent een God van Jacob. Een God van zondaren. Heere, wees zo ook onze God. En laat toch niemand van ons, Heere, langs die stem van u heen leven. We gunnen het zo dat ook zij die misschien ergens in de tijd zijn afgehaakt, weer terug zullen keren. Heere, wilt u ze toch alstublieft op uw manier, ongedacht, onverwacht, zoals bij Jacob, een huis van God geven, waar ze uw stem horen, waar u zich aan hen openbaart, als de God van het verbond. Heere, we danken u dat u ons vanmorgen ook wilde bemoedigen en dat u tegen ons zei, ik ben met u. Geloof het, vertrouw het, bouw erop. Heere, dank u wel dat u met uw Heilige Geest gekomen bent op deze aarde om die woorden ook wereldwijd te laten verkondigen. Zo mag het worden doorgegeven. En wilt u dan ook ons gebruiken om dat ook weer opnieuw door te geven aan anderen? Heere, wilt u roepen tot uw dienst? Tot de dienst van alle gelovigen, waarin u allen stelt die u hebben leren kennen in hun leven. Maar ook tot de dienst in bijzondere taken in uw koninkrijk. Heren, wij bidden u of uw broeders en zusters daarvoor wilt toerusten, om zo in uw koninkrijk werkzaam te zijn. En Heren, dan dragen we ook in dat licht nogmaals het werk in de poster aan u op, waar ook zoveel vanuit onze gemeente bij betrokken zijn. En wij danken u dat u hen dat ook in het hart hebt gegeven. Maar geef dat ook op andere plaatsen, ook in de maatschappij. We, door u gedreven, aangevuurd vanuit uw woord en door uw Heilige Geest vervuld, onze plek in mogen nemen en verantwoordelijkheid mogen dragen. Heere, gaat u met ons mee als we hier vandaan gaan. Zegent u ons in deze zondag. Laat het een rustdag mogen zijn waarop we ons hoofd neerleggen en u zich aan ons openbaart. Breng ons daarvoor dan ook vanmiddag weer hier in uw huis. Zegent u dominee Mulder die dan hoopt voor te gaan. Zegent u ons in de ontmoeting straks na de dienst. Hoor naar onze gebeden. In de naam van Jezus Christus, uw Zoon, uit genade. Amen. U krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst in Gods Koninkrijk. En tot slot zingen wij uit Psalm 27, daarvan het tweede vers.
Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, liefde van God de Vader, de gemeenschap van de Heilige Geest, met u allen. Amen.